Gemeente Gennep, Mok en Middelaar hebben vorig jaar samen met INTOS een traject ingezet om kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Het resultaat dat er in 1 jaar en 2 maanden is gerealiseerd, is dat er maar liefst 58 werkzoekenden met een bijstandsuitkering actief geworden zijn. Dit is mede gerealiseerd door subsidie van het Europees Sociaal Fonds. En de gemeente Gennep heeft nu een evaluatierapport gepubliceerd. Als ik even kijk naar de resultaten, dan zijn die zeer bemoedigend. 58 werkzoekenden, van de 58 werkzoekenden hebben er 11 betaald werk gekregen. 38 inwoners hebben inmiddels structureel vrijwilligerswerk. En 9 hebben inzicht op een werkplaats in de sociale werkvoorziening. Alles bij elkaar zijn er 107 mensen vanuit de bijstand benaderd, waarvan 8 uit de gemeente Mok en Middelaar. Ik heb begrepen dat wij natuurlijk een hele kleine speler zijn in het geheel. Het is zo dat 8 mensen hebben aan het project deelgenomen vanuit Mok. Ik dacht dat we geopteerd hadden voor 10, maar het zijn er 8 geworden. Misschien een laag aantal, dat komt mede omdat we waarschijnlijk op een laat moment ingestapt zijn. En ook het feit dat op dat moment de gelden van ons al verdeeld waren. Want de gemeente die deelneemt moet naast die subsidie die we van de Europese subsidie gekregen hebben, moet de gemeente ook wat bijbetalen. Onze gelden waren al bestemd voor andere projecten. Mogelijk komen er wat geld op dit moment vrij, omdat die projecten aflopen. In principe willen wij meer doen aan het project en ook wat meer gaan investeren, maar er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Dat voert te ver om deze hier te noemen, maar één van die voorwaarden is namelijk het probleem dat wij vooral zitten voor wat de werkgelegenheid in de regio Nijmegen. Ja. Hier zit een trotse directeur van INTOS. Dat wordt ook zeker geen lang verhaal. Bij ons gaan we er in ieder geval korter de bocht mee om en werken met die handel. Een jaar of 6 geleden kregen we de WWW-aanbesteding van de gemeente Gennep, Bergen en Mok en Middelaar gegund. We gaven ons dus op een pad dat een hele nieuwe tak van sport werd. De tak van sport die weliswaar veel gelijkenis betekende met het huidige WSW, maar de scope die lag nadrukkelijker op het naar buiten plaatsen van mensen, om mensen deel te laten nemen aan de maatschappij en zo mogelijk aan een betaalde baan. Sabine Megens en Gerry van der Linden. Jullie zijn recentelijk door INTOS getraind om een vaste baan te krijgen. Sabine, wat doe jij ermee? Ik zit nu bij de gemeente Gennep en ik ondersteun daar de afdeling. Je hebt een pracht van een folder gemaakt, een heel verslag is dat geworden, over het project waar het vandaag over ging. Ja, dat klopt. En wat doe je verder nadat je bij de gemeente weg bent? Ik ga 21 augustus beginnen bij Imago in Ottersum. En dan ga ik weer aan de slag grafisch ontwerp en zo. Is dat een vak waarvoor je geleerd hebt? Ja, ik heb een diploma in multimedia vormgeven. En Gerry van der Linden, administratief medewerkster. Op scholen heb ik begrepen, maar nu hier bij INTOS. Wat heeft het project met jou gedaan? Nou, ten eerste geïntegreerd natuurlijk weer in de maatschappij. Ik kwam eigenlijk uit Mexico en dus ben ik hier weer 2 jaar weer hier. En ik werd gelijk opgepakt door de gemeente Gennep voor het reïntegratietraject. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb dus eerst 6 maanden het stage gelopen bij de Mario Goretti school. Waar ik het heel erg leuk vond, maar er kwam helaas geen betaalde baan uit. En nu ben ik stage aan het lopen hier bij INTOS, waar ik ook heel erg veel leer. Het is gewoon fantastisch, een hele mooie leerwerkplek is dit. Ja. Hoe is jouw ervaring geweest met je leerwerkplek bij de gemeente? Erg leuk. Ja, eerst was het meer dingen waar ik niet echt voor geleerd had, zeg maar. Meer brieven vouwen en een enveloppe stoppen en zo. Maar ik heb later ook dan het boekje mogen doen en de vierdaagse t-shirts. En dus meer dingen waar ik ook voor geleerd had. Dus dat was wel erg leuk. Nou, succes met jullie verdere carrière. Want jij staat aan het begin en jij zet hem voort. Ja, precies. Ik hoop dat iemand me nu ziet en dat hij inderdaad mij een vaste werkplek aanbiedt. Een open sollicitatie dus. Zeer zeker, ja. Nou, we hebben in het verleden al een programma gedaan met het kader van ESF-subsidies.
Dat noemden we voluit geactiveerd en daarmee hebben we 58 mensen uit de bijstand weten te halen, te activeren, een aantal vrijwilligers, een aantal echt aan het werk. En we willen daar nu een nieuw vervolg aan geven. En hoe heet dat programma? Meedoen naar vermogen. Dat wil zeggen, mensen die worden getest op hun vermogens om aan de maatschappij deel te nemen? Nou, ze worden getest naar hun arbeidsvaardigheden. Van wat kunnen ze, wat voor kwaliteiten hebben ze en wat missen ze. En we kijken van mogelijkheden zijn er ook in het kader van werk en het zoeken naar werk voor deze mensen. En daarin proberen we ze te activeren en te ondersteunen zoveel mogelijk, middels van sollicitatie, maar ook gewoon te participeren. Welke doelgroep is dat? Is dat leeftijdsgebonden? Nee, is niet leeftijdsgebonden. Het nieuwe project is voor alle mensen die in de bijstand zitten. Eigenlijk voor de hele onderkant van de arbeidsmarkt. En op die manier proberen we via INTOS, want dat gebruiken we als sociale werkvoorzieningsplek, mensen dus weer, zou ik maar zeggen, achter de geraniums uit te halen en weer vol in de maatschappij te laten meedoen. In de persconferentie heeft u duidelijk gemaakt dat er ook besparingen mogelijk zijn voor de gemeente. Betekent dat weer eerst investeren en dan uiteindelijk besparen? Kijk, elke plek die we nu betalen vanuit de gemeente aan een bijstand betekent 13.000 euro. Elke persoon die we dus op die manier uit die bijstand weten te halen, is als zodanig een winst. Daarnaast moet je het zo zien dat mensen zelf weer heel erg geholpen zijn als ze weer geactiveerd zijn. Dus als ze weer aan het werk kunnen zijn. Heeft dus ook een heel groot sociaal element in zich. Ja, dus dat kun je ook meten aan de hand van een participatieladder, heet dat dan. Hè, dan kun je zien van iemand die volledig geïsoleerd was en die dus nu weer meedoet in de samenleving, die gaat er zelf ook heel erg op vooruit. Kunnen mensen zich zelf aanmelden voor dit programma? Nee, die worden geselecteerd door de gemeente. En dat gaat, wij kijken welke mensen een uitkering hebben en daar voor aanmerking komen. Er zijn een aantal criteria voor en die worden dus op die manier zelf benaderd. Dus mensen hoeven eigenlijk proactief niets te doen als ze dit hebben gezien? Dat is juist.